Welkom bij het Transitorium in Purmerend, een locatie van de zorgcirkel waar u kunt revalideren en herstellen. We zijn gespecialiseerd in geriatrische revalidatie. Dit is revalidatie voor oudere mensen met een kwetsbare gezondheid. We gebruiken ook wel de afkorting GRZ. U vindt ons in het Dijklander ziekenhuis. Omdat wij nauw samenwerken, verloopt de overgang vanuit het ziekenhuis naar het transitorium goed. En kunt u gebruik maken van de ruimte en de faciliteiten van het ziekenhuis. Revalideren betekent letterlijk dat u weer leert bewegen, maar ook acceptatie en leren leven met aanpassingen horen hierbij. U komt naar onze revalidatielocatie omdat u tijdelijke hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld na een val, een operatie of een herseninfarct. We kijken samen met u en uw naaste wat u kunt en wilt bereiken. Ieder mens heeft unieke behoeften. Met persoonsgerichte aandacht motiveren wij u actief te zijn en te blijven doen wat u zelf kunt. We hebben ingerichte appartementen voor de revalidanten. Er zijn meerdere gezamenlijke huiskamers. Hier kunt u samen eten en elkaar ontmoeten. De maaltijden zijn belangrijk voor oefenen en om in het ritme van thuis te blijven. Dit is belangrijk voor na uw revalidatietijd in het transitorium. U maakt kennis met het revalidatieteam, bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden, leerlingen, huiskamerassistenten, de specialist ouderengeneeskunde, een ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog en diëtist. Zij werken nauw samen en helpen u om uw doelen te bereiken. Soms kan het zijn dat u thuis nog verder revalideert. Dat kan ook samen met de zorgcirkel. U wordt bij uw revalidatie ook ondersteund met slimme zorgtechnologie. Zo kunt u seniorentablet Compaan gebruiken voor beeldbellen en helpt robot Tessa u met spraakopdrachten en herinneringen. Met de Vital Signs Monitor zijn snel en adequaat alle vitale metingen te doen. Revalideren is ook door de dag heen zelf oefenen. Samen revalideren is leuker. Daarom zijn familie en vrienden welkom om mee te doen. Bij de oefenplekken op de gang of samen wandelen naar het café. Binnen het Dijklanders ziekenhuis is hiervoor volop ruimte en gelegenheid. En in overleg kunt u ook buiten oefenen. Het leven gaat tijdens het revalideren natuurlijk gewoon door. Hierbij hoort ook het vieren van een verjaardag of persoonlijke verzorging. Samen maken we het mogelijk. Bij de Zorgcirkel werken we samen aan revalidatie en herstel.